Oh jeetje, ik heb de hele lens verplaatst. Of de camera. Ik zie mijn plant niet meer. Oh jee. Hoi! Ik ga het hebben met jullie over de dingen die nou echt best wel lastig zijn als je gaat studeren. Het zijn precies de dingen waar ik op het moment een beetje mee struggle. Dus ik dacht, laat ik het met jullie delen en met een grandioze tip die je hopelijk gaat verhelpen van deze drie moeilijkheden als student. De eerste moeilijkheid waar ik het over wil hebben is één groot belangrijk ding in volgens mij ieder studentsleven, namelijk geld. Er zijn verschillende dingen waar je gewoon geld aan uit moet geven. Zoals bijvoorbeeld als je in een kamer woont, dan heb je gewoon al lasten van ongeveer 600 euro. Met je studie betaal je al 2000 euro per jaar. Misschien heb je nog gas laten liggen bij je kamer. Misschien heb je ook nog wel inboedelboodschappen die je moet doen. Misschien heb je etentjes, cadeautjes, je moet uitgaan. Het zijn allemaal uitgaves eigenlijk die je hebt. Op je middelbare school ging je nog niet zoveel uit of ging je een keertje lunchen of een keer uit eten met een groep vrienden. Dat is gewoon veel meer iets van onze tijd nu in onze generatie. Vergeet niet dat je ook nog wel graag sparen voor later of dat je misschien iets leuks wil kopen een keer voor jezelf. Maar goed, hoe lossen we dit probleem nou op? Wat voor mij echt ontzettend goed werkt, is dat ik gewoon ieder moment als ik geld binnenkrijg van of het nou Duo is of dat het van mijn werk is, gewoon ervoor zorgen dat je dat verdeelt onder verschillende spaarpotjes. Zet voor jezelf een grens bij hoeveel euro je per maand mag uitgeven aan drankjes met vriendinnen of zo. Maak gewoon voor jezelf duidelijk hoeveel je voor een bepaald iets wil betalen per maand. De tweede moeilijkheid waar ik het over wil hebben, is moeilijkheid überhaupt een woord? De hoge werkdruk die je als student hebt. En wat bedoel ik daarmee? Nou, er wordt van je verwacht dat je 40 uur per week aan school zit. Er wordt verwacht dat je ongeveer dan nog pak een beetje tussen de 12 en 15 uur per week ook nog werkt. Want je moet het geld hebben waar ik het net dus over had. Daarnaast kan het ook nog zijn dat je wordt, nou niet gepusht, maar dat er mensen van uitgaan dat je bijvoorbeeld bij bepaalde dingen bent. Dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt omdat je misschien toch eigenlijk aan school moet. Er wordt gewoon van je verwacht dat je iedere week wel weer een soort van mini deadline hebt. Je moet je diploma binnen 10 jaar halen. En als dat niet lukt, dan heb je enorme dikke studieschuld. Je hebt maar 5 jaar recht op OV. Je hebt maar 4 jaar recht op studiefinanciering, volgens mij. Gezondheid. Dan heb je misschien nog druk van je ouders die graag willen dat je de goede opleiding kiest. Misschien zit je zelf nog wel met persoonlijke struggles. En het is best wel veel, jongens. Come on. En hoe ik dit een beetje oplos is gewoon plannen als een gek. Want je kan niet anders eigenlijk. Op het moment dat je een beetje fatsoenlijk je school plant, dan kan je daar omheen je werk en je leuke dingen plannen. En dan stel je hebt een deadline van tevoren nou echt al lang af. Dan kan je gewoon lekker vrij naar die verjaardag gaan en doen wat je wil. Maar ja, Dit is wel een van de lastigste, moet ik eerlijk zeggen. En de laatste moeilijkheid, ja, concentratie. Er zijn allemaal verschillende methodes waarbij je beter zou kunnen leren. Dus dat je bijvoorbeeld 3 kwartier studeert en dan een kwartiertje pauze. Maar hoe je het ook bent of keert, op een gegeven moment ben je concentratie gewoon kwijt. Het is gewoon lastig om aan één stuk door lang bezig te zijn met een opdracht van school. Of dat nou tentamen leren is of dat je echt iets moet maken. Het is gewoon best lastig. Wow, ik lijk net een bandiet nu. Oh, dit is best wel eigenlijk. Hoe ga ik dit oplossen? Zo? Zo? Het gordijn ligt. Sorry, het hele licht is veranderd. Waar was ik ook weer? Concentratie, hè? Ja. Maar ik wil niet zeggen over uitstelgedrag, want het is dus zo dat je eigenlijk op een gegeven moment is er een punt dat je in je studie hebt van doe het morgen wel. En dat zet zich goed door. Maar goed, ondanks dat allemaal is voor mij de oplossing echt ergens anders studeren. En dat bedoel ik mee niet thuis. Thuis is voor mij zo erg niks doen en leuke dingen doen dat ik echt niet kan concentreren thuis. Dus ik ga gewoon dan of naar de bibliotheek of ik ga naar school en dan ga ik daar gewoon studeren. Want dat werkt voor mij gewoon het best. Maar goed, dat zijn dus de moeilijkheden die ik ervaar als student zijn. Ik ben benieuwd of jij die ook ervaart. Laat het even weten hieronder. Anyhow, bedankt voor jullie aandacht. Als jullie nou willen weten hoe je een goede studeerplek creëert, kan je hier klikken en je kan daar abonneren. En dan zie ik jullie vast wel weer wanneer ik niet een enorme witte streep in mijn gezicht heb. Wat slecht. Doei!